Ja, ja. Oké, voilà. Ja, een heel brede uiteenzetting dat we hebben gehad over Europa, slimmer, groener en socialer. Ik denk dat het voor iedereen ook wel zeer duidelijk is en heel interessant natuurlijk. Ja, en ook voor jullie die volgen, ik hoop dat jullie een heel goed beeld hebben gekregen nu over wat de dienst Europa juist doet. Nu, heb je door dit webinar zelf zin gekregen om aan de slag te gaan en een Europees project in te dienen? Ja, dat kan. In het volgende filmpje ga je de stappen ontdekken die je kan zetten en moet zetten om een Europees project op te zetten. En hiermee zijn we eigenlijk volledig rond. Ik geef u nog wel graag een aantal praktische zaken mee, want na dit evenement ontvang je natuurlijk een e-mail met de opname van dit webinar en een overzicht van de Europese programma's en hun prioriteiten. Wil je verder op de hoogte blijven? Dat kan natuurlijk. Je kan je natuurlijk inschrijven en abonneren op onze nieuwsbrief liever gezegd, en ons volgen via LinkedIn. We blikken nog heel even kort vooruit, want in dit beeld zie je wanneer je de eerste oproepen van de verschillende programma's kan verwachten. Nu, een aantal deelnemers die gaan deze namiddag al hun projectidee pitchen. Als je geen plekken hebt kunnen bemachtigen of je hebt nog geen projectidee, totaal geen probleem, contacteer ons gerust om op een later tijdstip jouw idee te komen pitchen. En ook voor andere vragen natuurlijk mag je ons steeds contacteren. Ik hoop dat jullie het allemaal heel interessant vonden. Ik alleszins wel. Bedankt sowieso voor het kijken. En ook natuurlijk bedankt aan al onze sprekers om erbij te zijn. Ja, ik zou zeggen, heel veel succes. Ga aan de slag en tot binnenkort. Dag.